Maar jij bent hoeveel kilo aangekomen? Nu totaal? Ja? Ik ben 23. 23 kilo. Wat is jouw ultieme bulktip dan? Oh, mijn bulk. Hoe ben jij 23 kilo aangekomen? Een hele goede morgen. Hey, volgens mij is het wel focusseizoen hoor. Het is 5:30 en gisteren appte Tom mij. Tom. Maar toen zei hij ineens, ja, zullen we ook gewoon een keer anders 7 uur gaan trainen? En ik zei, prima, weet je. 5 uur slaap, gisteren om 12 uur gaan slapen. Half uurtje wakker en het is tijd voor arme schouders. Voelt wel weer lekker of zo. Het is 5:30. Maar weet je wat het is met de zulke dagen? Het is zo onwijs lekker. Het is, zeg maar, het is 5:30. Je bent wakker, je gaat trainen, je gaat straks de gym uit. En dat gevoel, dat maak je niet altijd mee. Dat gevoel krijgt niet iedereen. Niet iedereen is zo gek om dit te doen. Dit is gewoon een ervaring die je moet ervaren. Kun je lekker 5 wakker worden, gooi je kleren aan en gelijk naar de gym. Gelijk naar de gym. Geen gejammer, geen gejank. Gewoon doen. Hey jongens, ik ga mijn schouders trainen. Ik zie jullie zo. Ja, mijn brief maar op. Dus dit is. Ik ga ook gewoon het ding omgieten. Weet je, ongeveer 1 scoopje. Ja. Ongeveer 1 scoopje dan. Dit gewoon zo. Dit gewoon zo. En roei je het gewoon. Nee. Dit is mijn magic potion. Op een vroege morgen. Goed? Nee. Oh, even. Goed, hè? Zoals hier even een tunnelreef wordt gehouden. Ja, goeie. Vier sets van 8. Gein, tot succes, is dat je gewoon in plaats van 3 sets doet, doe je er 4. Dan doe je 2 sets bijna tot falen, 2 sets tot falen. Nee, dat is een beetje. 1-0 bicep curl. 1-0 bicep curl. Daar ging je. Ben je een beetje sterk op schouders eigenlijk, of niet? Ja. Ouders, chesten, ruggen zijn sterk, bovenbenen, hamstrings. Ik heb mijn kuiten, ik heb mijn armen. Waarom train je ze dan niet? Tijd is stil. Ja, die rug ook zo. Heb je nou een favoriete oefening, schouders? Ja, ik ben echt bang dat ik daar helemaal eruit word getraind door jou. Ja, ga niet op gewicht. Oké, dus hier zo, wat ik net zei. Deze is belangrijk, dat je hem achter je houdt en strekt. Ja. Yeah. Dus eigenlijk, maar dit is zeg maar meestal rug, maar hier ook. Belangrijk is dat je hem strekt. En zo ver je hem kan. Dus zodra je elleboog hierin gaat, ga je te ver. Ja. Yeah. Weg vanuit hier. En strak. Echt die triceps trainen. Laatste setje. Yes. Ik wil minimaal 6 kunnen. Mag lopen voor je. Ik had er 8 net. 12,5 hè? Ah, ja, 12,5. Hey. Kut, die ga ik. Maar jij bent hoeveel kilo aangekomen? Nu totaal? Ja? Ik ben 23. 23 kilo. Wat is jouw ultieme bulktip dan? Oh, mijn bulk. Hoe ben jij 23 kilo aangekomen? Eerst had ik alleen wanneer ik honger had. En oh ja. Zo'n bij mij op een gegeven moment heb ik gehad. Gewoon in de ochtend werd ik wakker. Dan ramde ik gelijk zo'n shake in. Oh ja, dan ben je gelijk goed de dag bezig. Je ging gewoon eten? Ja. Ik wou iets van werk leren en dan doe je tweede maal altijd weer. En zo ging echt door. Zeg maar, ik eet niet wanneer ik wel honger heb. Want ja. Soms is mijn honger geen honger. Wel eens tegenovergestelde. Soms is precies tegenovergestelde. Soms is jouw volzitten dat je er gewoon eten nodig hebt. Ja. Maar vlak voor ik ging slapen, dan nam ik ook nog weer iets gewoon. Puur dat ik dan weer ook echt 6-7 maal op een dag had. Klein stukje steeds. Dus jij zegt gewoon eten wanneer je moet eten, niet eten wanneer je honger, hebt. Vooral als je voor jongens die veel sporten van die voetballertjes en zo, die gewoon een hele snelle metabolisme hebben, die vanaf kleins op aan misschien niet waren, net zoals ik, dan moet je heel veel eten. Goeie, goed tip. Dankjewel. Ik krijg zoveel fucking zelfvertrouwen van de sportschool, dat is niet normaal. Ja, dat is niet normaal, hè. Maar niet eens overmoedigheid, gewoon. Ik heb echt wel dat ik denk van als mensen wat van je vinden, denk ik echt van ja, dat
geef er zo niks om. Nee, maar ik bedoel, als ik gewoon, als je iemand ziet met een gespierd lijf, zonder dat hij een woord zegt, weet je van, oké, ik geef er gewoon... Motivatie en discipline. Motivatie, respect voor zichzelf. Ja. Hoe jij je lichaam behandelt, is meestal ook hoe je andere mensen behandelt. Goed. Daar heb je ook al massa van, man. Kleine armpjes. Ja, ik heb korte armpjes. Ja, dat heb ik echt niet. Ik ben 1,83 meter en ik weeg 86, nou nu minder denk ik. 85,8 of zo. Ja, ik ben 1,93. Ja, deze man is 1,93. Ultima Riz gewoon. Ultima Riz. Man hoeft niet eens te praten, hij zegt gewoon ik ben 1,93 en ik ben daar gewoon. Kijk, ik hoorde dus dat je in je leven, word je 2 meter, één gedeelte gaat naar je lengte en die andere 7 centimeter is ergens anders. Daarom ben ik 1,83 meter, want de rest zit ergens anders in. Ja, kutzooi. Wel goed licht. We hebben goed licht hier. Hier heb je echt heel goed licht. Ja, ja, ja. Tom zei net dat deze stang klein is, maar als je moet je zien, hè? Ik vind het zwaar boven gemiddeld. Yeah. We doen het zeg maar met deze. Ja, dit is een compound oefening, hè? Dit is een compound oefening, dus hier doen we gewoon 2 zware sets. 2 zware sets van 5. En daarna 2 back-off sets van 12 herhalingen of zo. Echt niet meer zo'n zieke pomp gehad. Echt niet. Nee. Gewoon een flinke teug water, 2 scoops pompapparaat. Misschien komt het wel door die life hack van mij, die ik net heb gedaan. Die life hack van dat ik hem in die pot giet. Kijken dan. Hey, laat eens de tijd zien. Het is godverdomme. Wat zit met een heerlijk. Hey, jongens, goeie lekker. Ja, en ik ben weer thuis en ik heb boodschappen gedaan. En ik kreeg vaak de vraag hoe mijn boodschappen eruit zien, wat ik haal. Natuurlijk zijn niet elke week mijn boodschappen hetzelfde. Ik wissel dat natuurlijk af. Maar vandaag had ik zin in wraps. Ja, ik heb wel een paar standaard dingen die ik haal. Maar de grote gerechten, het avondeten en zo, die wissel ik zo nu en dan af. Eigenlijk stelt het niet zoveel voor, maar ik kan het altijd aan jullie laten zien. Ik haal altijd bananen, sowieso prima snack. En appels, prima snack. Daarnaast fruit, bevroren fruit bedoel ik. Mango en persik doe ik in mijn shake. En vandaag had ik zin in wraps, dus heb ik tortilla. Gehaald. Daarbij doe ik normaal gesproken kipfilet, maar ik ben het zo zat. Ik heb denk ik het afgelopen jaar elke week kipfilet gegeten, dus daarom had ik vandaag echt zin in kippendij. Dus als je vandaag vraagt waarom eet je kippendij en geen kipfilet, omdat ik er oprecht zin in had. Normaal zou ik kipfilet kiezen. Vandaag is dit. Chili saus bij de wraps, wat kruiden, doe er altijd ijsbergsla bij, uitjes.
champignons, die bak ik meestal los. Ook heel lekker. Meer eiwitbronnen, magere kwark. En die doe ik in een shake met amandelmelk en whey. Nou, dat waren de boodschappen. Als jullie vaker benieuwd zijn naar mijn boodschappen, laat het weten. Als jullie benieuwd zijn naar gerechten, laat dat ook weten. Andere vragen, drop ze in de comments. Ik wil jou in ieder geval onwijs bedanken dat je hebt gekeken naar deze video. Het was een bizarre sessie. Lekker gegeten. Nou, de boodschapjes gedaan. Als jullie meer vragen hebben, drop ze in de comments. Welk gerecht ik maak. Vaker boodschappen laten zien. En vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En ik hou van jullie. Goeie lekker.